Het steken, die kan je misschien morgen doen. Eventjes al de huiselijke taken. Eventjes vissen voeren, katten. Dan doe ik zeker een wasje. Ja. De huiselijke taken worden ook aan het ontbijt besproken. Ik hoorde iets over vissen. Ja, vissen. We hebben hier buiten vissen. En natuurlijk heeft de eigenaresse van dit pand gevraagd of we voor alle spullen goed willen zorgen. Dus hier moeten we water voor geven. En buiten de vissen hebben we voer nodig, neem ik aan. De katten binnen moeten verzorgd worden. Hey, wat is dan jouw taak, Michiel? Ja, ik doe de katten. Met veel liefde trouwens. En ik draai ook wasjes. Michiel, mag mij iets over zeggen? Ja. Want kijk, andere jaren was het concept, Michiel moest het dichtst bij de katten liggen, want het zijn zijn katten. Dus hij vindt het niet erg als die op zijn buik springen midden in de nacht of 's ochtends vroeg. De eerste nacht ging goed, maar vannacht was problematisch. Dat wist ik niet. Dus als jij ze wil toespreken... Hey, Michiel Bergen, wat is jouw huishoudelijke taak dan? Want ik hoor jou helemaal niet in dit soort discussies. Nou ja, ik zorg voor de vissen buiten. De vissen? Ja, dat is een hele mooie... Dat kunnen we later wel eens een keer laten zien. Dat is een hele mooie tank met... Moet je even een keer aan ons laten zien. Mag ik nu misschien even serieus ter zake, jongens? Ja. Dag 2 van South by Southwest achter de rug. Dag 3... wordt volgens mij gepland hier. Ja, dit is weer schema-stress. Wat ga je doen? Vanochtend zijn er 3 sessies tegelijkertijd die over chatbots gaan. Dus ik ga er eentje van uitkiezen die het meest technisch is. En daarna zie ik wel weer verder. En het gaat over accelerating the race to self-driving cars. Het zijn natuurlijk heel veel woorden die mij heel erg aanspreken. Dus het wordt alweer mooi. En je indrukken van gisteren? Het was heel erg goed, vond ik eigenlijk. We hebben een heel goed verhaal gezien van een... meneer van Microsoft, Eric Horvitz, die een heel erg breed beeld gaf van de ontwikkeling van AI en waar het heen kon. En hij was van het Microsoft Lab, hè? Dus echt wel iemand met verstand van zaken. Nou, dit was echt een expert op dit gebied, ja. Toch wel een grootheid in de AI-wereld. En hij kon het ook nog uitleggen. Hij kon het heel goed uitleggen, ja. Het is echt een voorbeeld voor velen. Dat je zoveel in detail weet en zoveel goede voorbeelden kent. En het zo fris kan overbrengen. En ook goed heeft over de gevaren van AI. Dat je kan worden bedonderd door AI. En dat wij dat het ook een soort wedstrijdje kan gaan worden. Van wie is er slimmer, wij of de AI? Ja, wat bedoel je daar dan mee? Nou, als je bijvoorbeeld... er wordt in de misdaaddetectie wordt gekeken... wat voor soort mensen hebben een grotere kans om een misdaad te hebben gepleegd. En dat systeem wordt dan getraind op bepaalde data. En het blijkt dat er dus uiteindelijk een bias in komt. Dus dat er donkere mensen vaker in voorkomen. Ja, als ik er iets aan mag toevoegen, het zijn maar 2 voorbeelden uit een vrij lang en best complex betoog. Maar toch, hij liet ook dingen zien van recente dingen over hoe mensen zelf gelaatsuitdrukkingen kunnen gebruiken. Die vervolgens op een zeer slimme manier worden ingebracht in het gezicht van Poetin. Maar nog herinneren, dat is extreem bedriegelijk. En de kwaliteit van het bedrog... wordt met de technieken waar hij het over had ook zo hoog... dat ik denk dat je daar kan je ook andere vormen van bedrog mee tot stand brengen. Ja, die heb je misschien gemist omdat je in België woont... maar die heeft Alexander Klupping bij De Wereld Draait Door ook laten zien. Ja, die zit dan inderdaad gemist. Ja. En zo waren er ook nog een paar dingen over stemgeluid bijvoorbeeld... over toon, timbre. Enfin, wat er van mij van bijbleef was dat de kwaliteit van bepaalde vormen van nabootsingen... angstwekkend hoog wordt. Ja. Zeer. En wat is jou verder opgevallen gisteren, Michiel? Waren leuke sessies volgens mij, want ik zag je enthousiast schrijven en praten. Ja, nou, er was veel te zien. En een paar van de thema's die Michiel ook al aansnijdt. Er was veel over artificial intelligence, een paar interessante dingen. Veel over bots, vandaag ook weer. Daar heb ik ook een paar van bijgewoond. En over conversationele user interfaces, dat wat mij wel boeit. En ander dingetje over die AI waar ik naar wat heb zitten luisteren is... hoe gevaarlijk is dat nou? Dat is een thema dat mensen nogal boeit. Dan heb je het kleine gevaar, dat is wat Michiel net aansnijdt. Dat mensen eventueel bedrogen worden. Dat gebeurt zeker. Maar ook het grote gevaar, de catastrofale dingen als in... zal het menselijk ras ooit uitgeroeid worden door robots en dergelijke. Ik heb daar helemaal niks mee. Maar er zijn zoveel mensen, ook zeer intelligente mensen, die daar
erg van onder de indruk zijn dat er veel over wordt gesproken. Dus ik heb daar ook een paar dingen over. Ja, nou, wat mij opviel is dat deze meneer waar we het over hadden, die van Microsoft, die zei ook op het einde, liet hij ook zien dat alle grote jongens, dus Amazon, Google, Apple, iedereen de handen in één hebben geslagen om deze mogelijk verderfelijke gevolgen van AI te voorkomen. Ja. Dan ga ik me pas echt zorgen maken als dit soort initiatieven ontstaan eigenlijk. Ik was bij een sessie waarbij dat ook werd aangehaald, dus een andere sessie. En daar werd onder andere ook gezegd, werd een andere meneer van Google aangehaald, die zei, je zorgen maken over de ondergang van het menselijk ras ten gevolge van AI, is zoiets als je zorgen maken als over overbevolking van de planeet Mars. Dat is duidelijk. Een kijkersvraag. Een kijkersvraag. Ik denk dat dat meer voor Michiel Berger is van Jury van Geest. Hoe else? Ja. Die graag wat de diepte in wilde over AI. Nou, dat hebben we wel gedaan. Maar ook vooral het verband van AI en de opkomst van Trump wat meer over wilde weten. Ja, ik vond het wel een moeilijke vraag, moet ik zeggen. Maar dat is die jij die vraag. Ja, ik minder. Ik heb zo nog een gezonde brief voor jou, dus dat komt straks. Okay. Nou, ik kan het wel even laten zien aan de hand van een paar grafiekjes die Eric Horvitz ook liet zien. Wat hij liet zien is dat, even kijken, moet ik deze hebben. Dat over de laatste jaren hier in het bovenste lijntje zie je labor productivity, dus die blijft maar stijgen. Hier zie je het BNP per hoofd van de bevolking, dus dat buigt een beetje af daarvan. En hier zie je vooral het medium family income. En dat blijft heel erg laag en die gap die wordt steeds groter. En wat hij zei is, de salarissen stijgen van mensen die hogere opleiding hebben gehad en ze dalen van mensen die een lagere. Zou dan direct de opkomst van Trump kunnen verklaren, dit soort ontwikkelingen? Dat zijn inderdaad de Trump-stemmers, die vallen heel erg samen met de demografie van mensen die, die geen vervolgopleiding hebben afgemaakt. Ja. Ik hoorde Blom, we hebben nog meer kijkersvragen, hoorde ik dat? Ja, dat is wel een belangrijk puntje. Wijbrand Schaap zegt, leuk weer jongens en meisjes, maar kan Michiel Buitelaar morgen alsjeblieft zijn excuses aanbieden voor het goed verlaten van de meer dan 100 miljoen doden, de verwoesting van steden en erfgoed en de vernietiging van culturen in alleen al de oorlogen van de 20e eeuw? Leuk hoor, innovation through war, maar dit ging even beyond reason. Groetjes, Wijbrand. Tja. Ja. Nou ja, daar heeft hij volledig gelijk in. Die opsomming die klopt helemaal. Ik dus een bus. Ik geloof ook niet dat ik bezig was om oorlog goed te praten. Alleen, ik meen oprecht dat je wel moet vaststellen dat oorlogen hebben bijvoorbeeld extreme ongelijkheid opgeheven. En er zijn niet zo heel veel andere middelen die dat doen. Dat is wrang, maar het is waar. En dat is ook goed gedocumenteerd. Als hij dat wil, kan ik hem daar wat een en ander over sturen. Maar oorlogen en de voorbereiding van oorlogen hebben ook ongelooflijk veel innovatie tot stand gebracht. Dat is misschien niet altijd leuk. Ook ik zit wat te trekkenbekken als ik zie dat budget hier met $54 miljard verhoogd is. Wat overigens niet zo heel veel is ten opzichte van wat het historisch was. Maar toch, dat zijn onwaarschijnlijke bedragen. En dat doet ook heel veel voor technologische innovatie. Het internet is in hoge mate te danken aan militaire inspanningen. Dus het ging mij er meer om even. Het is een beetje pijnlijk, maar ja, dat is dan maar zo. Hey, en Erwin, wat is jou gisteren opgevallen? Of wat vond je leuk? Wat heb je gedaan? Deels heb ik hetzelfde gedaan als Michiel en Michiel. Maar ja, ik ben eigenlijk gewoon weer eens gaan zitten. Wat zit je nou te lachen? Luister ook even naar. Dat leidt af, hè? Wij voelen ons wat op de vingers getikt door de lezersreacties. Maar het is uitstekend. Dat is prima. Dat is ook internet, hè? Ik moet beter op mijn woorden passen. Ja, dus keep them coming, die reacties op Facebook, YouTube of via de mail. Een van de leukste dingen blijf ik hier simpelweg vinden bij de start-up competitie gaan zitten. De Startup Accelerator. En dat heb ik gisteren gedaan. Het was een track over transport. Ja, en het belangrijkste wat je daar ziet is, vorig jaar al aangekondigd door Kevin Kelly bij zijn presentatie hier. Hij zei, volgend jaar is gewoon het toverwoord overal artificial intelligence. Dus dan hoor je alleen nog maar startups die zeggen, wat wij doen is, wij zijn de Uber van en plus artificial intelligence, bij wijze van spreken. Want Uber maakt daar zelf natuurlijk al gebruik van. Maar dat toverwoord overal in, dat merkte je gisteren eigenlijk ook bij die transport. Dus we moeten daar ook wel een klein beetje het cynisme in houden, denk ik. Want of dat
Oh, dat is grappig. Namelijk, als je in het programma kijkt, dan krijg je nu ook al artificial intelligence for good. Dus het is de oplossing voor alles. Dat is het. Ja, ook voor wat je moet eten, zag ik al in het programma. Ja. Voor relaties is artificial intelligence gaat onze relaties beter maken, gaat onze maaltijden beter maken. Het komt allemaal goed. Ja, zo kwam er gisteren even voorbij over de rol van blockchain. Wat blockchain kan betekenen voor de verdeling van veilige toiletten in India. Ja, weet je, het zijn toch allemaal grote dingen die hier worden opgelost. Ja.